Morgen gaat er iets groots gebeuren in Fortnite. Dan gaat namelijk LeBron James komen in de itemshop. En in deze video ga ik jullie hier alles over vertellen. Inclusief een maniertje hoe je hem misschien wel gratis kan unlocken. Maar voordat we gaan beginnen wil ik je natuurlijk eerst even vragen om die like-knop in te drukken. Kunnen wij de 1000 likes halen? Ik zou het echt heel tof vinden als we dat kunnen redden. Abonneer ook even op de veelgevraagd met dat belletje aan. En even een shout-out naar Zubair. Ik weet niet precies hoe ik je naam uitspreekt, maar sowieso een shout-out naar jou. Want je hebt de Star Spangled Trooper gekocht met de Sporter Creator Code teveelgevraagd. #ad. Dus even een shout-out. Nou ja, jawel, LeBron James gaat dus zeer binnenkort komen in Fortnite. En wanneer is dat eigenlijk? Laten we daar meteen mee beginnen. Namelijk op 14 juli rond 2 uur middernacht gaat hij komen wanneer dus de itemshop wordt gerefreshed. Dat is in ieder geval de verwachting. Hij komt sowieso morgen, dus dat is 14 juli, want dat is aangekondigd. Maar waarschijnlijk dus bij de nieuwe itemshop die om 2 uur middernacht komt. Maar het zou ook kunnen zijn dat hij 's middags komt om bijvoorbeeld 2 uur. Dat doen ze namelijk ook nog wel eens, dat ze het later die dag pas gaan releasen. Maar de kans is ook gewoon, de kans is het grootst dat het gewoon middernacht gebeurt om 2 uur op 14 juli. Dus dat wordt heel erg vet. Ik heb daar in ieder geval zin in. Ik kan niet wachten. Ligt het trouwens ook een beetje aan welke tijdzone ze mee bedoelen. Hè? Kijk, 14 juli kan op een ander moment vallen als bij ons. Het kan zijn dat het bij ons dan al 15 juli is. Laten we er gewoon maar van uitgaan dat het vanavond gaat zijn rond 2 uur. Maar het zou dus een net iets andere tijdstip kunnen zijn. Maar wat gaan we krijgen? Of tenminste, wat kan je kopen? Want het is natuurlijk wel een itemshop skin die je gewoon moet halen. En dat, je krijgt daarbij, of tenminste, de items die geleakt zijn, of die in ieder geval bekend zijn gemaakt, want ze zijn niet echt geleakt meer. Je kan ze in principe allemaal al wel vinden. Er is natuurlijk een skin en daarbij zitten twee varianten. Deze kan je dus gewoon kopen. Hoeveel het trouwens gaat kosten, kom ik straks nog eventjes op terug. Twee varianten. En wat wel leuk is, is dat je bij bijna alle cosmetics, dus volgens mij de pickaxe, de glider en de hoofdskin, als ik het zo mag noemen, daar heb je een soort van een slider en daar kan je de goud mee aanpassen. Dus stel je wil dat die helemaal een maximale goud heeft van wat hij kan hebben, dan kan je dat instellen. Maar stel je wilt heel minimaal houden, dan kan dat ook. En dat is super vet. Ik vind het een hele leuke feature. En ik hoop dat meerdere skins dit nog meer gaan doen. Ik weet dat er al wel een aantal zijn die dit hebben. Maar ik wil het gewoon meer zien. Dat je de dingen kan customizen en aanpassen. Het volgende is natuurlijk dat dit alles een soort van promotie is ook voor de Nike LeBron 19. Dit zijn schoenen, hele vette sneakers. Ik heb zelf alleen deze sneakers op de achtergrond staan. Dit zijn custom made, even shout-out. Ik weet niet of jullie deze ooit op de achtergrond hebben gezien. Die staan er altijd. Maar in ieder geval, je kan dus sneakers kopen van hem. En dit is een soort van promotie, want die skins hebben allemaal verschillende sneakers van hem aan. Dus trouwens, als je een sneakerfan bent, haal deze. Ik doe geen financieel advies. Matthijs heeft het in zijn ochtendvideo ook al verteld. Maar deze gaan sowieso geld waard worden. Dat is bijna zeker. Ik kan me niet voorstellen dat deze niet meer geld waard worden. Tenminste, als je ze niet aandoet. Hè? Want dat is een beetje het ding van dat soort sneakers. Je moet ze niet te veel aandoen, want anders gaan ze verminderen in waarde. Dan het volgende wat we kunnen krijgen zijn twee backblinks. Die horen we gewoon bij de skins. Dus die koop je erbij. Dan hebben we nog een harvesting tool die heel erg vet is. Ook, en trouwens, dat vind ik misschien wel de vetste, de glider. Die is echt heel erg ziek. En dan hebben we nog een emote die heel leuk is. Ja, zijn signature move. Ik heb geen idee wat hij precies doet bij die emote. Maar die is zeker weten dik. En we krijgen nog deze loading screen. Die is ook heel erg vet. Dan het volgende is, hoeveel gaat dit geintje kosten? Wat is het kostenplaatje een beetje? Nou, waarschijnlijk krijgen we twee opties. De eerste optie is een bundel. En deze bundel zal dan waarschijnlijk tussen de 2000 en 2500 V-Bucks gaan kosten. Dat was in het verleden zo geweest bij Icon Series. En dat zal waarschijnlijk nu ook weer zo zijn. Dan hebben we nog de losse skin. Het kan zijn dat we de skin dus apart kunnen kopen. Dan zal het waarschijnlijk 1500 tot 2000 V-Bucks kosten. Het kan ook zijn dat het maar één van de twee wordt. Of dat je bijvoorbeeld dus apart de pickaxe en de glider moet kopen in een aparte bundel. Dat is ook wel eens geweest. Dus we weten het niet zeker. Maar het kan zomaar één van deze dingen zijn. Dan kunnen we misschien ook nog wel een LTM verwachten. Want dat zagen we natuurlijk ook bij de NBA. Fortnite X NBA. Die hebben we vrij recentelijk nog gehad. Dus een soort van creative samenwerking. En dat was ook zo bij Fortnite X Michael Jordan. Wat overigens een concurrent is van LeBron James. En ook die heeft zijn eigen LTM toen gekregen. Heeft niet zijn eigen skin gekregen. Toen de tijd was dat nog niet echt een ding.
Maar zeker weten, het zou zomaar kunnen zijn dat we weer een LTM gaan krijgen. Het kan ook wel dat het niet gebeurt, maar het lijkt mij wel heel erg vet. Dan het volgende is, gratis. Kunnen we dit gratis krijgen? Want ik had het net al over een maniertje. Nou, ik heb één manier die ik even snel wil toelichten. Want ik wil dus eigenlijk zeer binnenkort een video maken over manieren hoe je gratis V-Bucks kan krijgen in Fortnite. Ik moet nog even kijken of daar überhaupt genoeg manieren voor zijn. Maar ik heb al wel een aantal leuke dingetjes. Maar ik heb in ieder geval nu alvast één manier voor jullie. En dat is namelijk heel simpel door ze te unlocken in je Battle Pass. Je kan namelijk in totaal 1500 V-Bucks gratis de zaakjes krijgen. Je betaalt natuurlijk voor de Battle Pass, dus het is niet helemaal gratis. Maar ik neem aan dat heel veel van jullie de Battle Pass wel hebben. Dus het zal gratis aanvoelen. En daarom dat je dus die 1500 V-Bucks kan je daar vandaan halen. En stel de skin los is 1500 V-Bucks. Want dat kan, die kans zit er best wel in. Dan kan je hem dus op die manier gratis krijgen. Het is een beetje zijn haakjes. Het voelt heel erg gratis, de Battle Pass. Maar ondanks dat heb je natuurlijk wel heb je 9 euro volgens mij moeten betalen minimaal voor de Battle Pass. Of je hebt natuurlijk de Crew Pack. Daar krijg je de Battle Pass gratis bij. Maar in ieder geval, dit is een manier. En ik wil dus nogmaals zeer binnenkort een video maken over manieren hoe je op meerdere manieren hoe je V-Bucks kan krijgen. Want er zijn wel meerdere manieren als het goed is. Dan het volgende is challenges. Jawel. Het zou zomaar kunnen zijn dat we die gaan krijgen. Want de loading screen zou zomaar eens gratis kunnen gaan worden. Er zijn ook leakers die beweren dat de loading screen bij de bundel hoort. Maar ik weet het niet zeker. Loading screens zijn ook vaak gratis. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat er een soort van challenge komt waarbij je dat kan gaan unlocken. En dan heb je dus in essentie een gratis loading screen. En wie wil dat nou niet? Ik vond de loading screen sowieso wel heel erg vet. Nou, dit zijn een beetje de dingen die we dus kunnen gaan verwachten rondom LeBron James. Laat even weten in de reacties of jullie ook hyped zijn. Ik vind deze skin misschien wel een van de vetste Icon Series skins die we tot nu toe hebben gehad. Ik denk dat die sowieso in mijn top 5 staat, waar natuurlijk ook Ninja staat. Die vind ik heel vet. Maar ik vind Major Lazer ook heel vet. En ik vind natuurlijk Travis Scott echt heel erg vet. En daar, in dit lijstje, in dit rijtje, daar hoort LeBron James naar mijn mening ook bij. Sowieso, die schoenen zijn sowieso echt heel erg vet. Dus alleen daar al voor zou ik ze halen. Dames en heren, dit was het einde van deze video. Ik hoop dat jullie hem tof vonden. Als je het vond, drop dan even de like. En abonneer op de veel gevraagde belletje aan. Laat ook even iets leuks achter in de reacties. Zet wat leuks neer, een grapje of zo. Ik heb geen idee. Maak er wat leuks van. Klik ook even op de video. Zo meteen in beeld. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!